Supermerken in Dokkum en Ljouwert komen in actie tegen pinpasstellerij. Er komt een streek op de grond voor het pinapparaat. Klanten die in de regen voor de kassa staan, moeten efter de streek bluwen. Kwadlien binder in de supermerk in Dokkum 2 pinpassen stellen. Meiwerkers in de Oderijnszorg ben jood aan het actievieren voor een betere CAO. In Snits, Balzet en op een Lemmer houden werknemers 1 minuut acties. Op oren plakken in het land binnen werkonderbrekings van een paar uren. Joen is in Oudeboon de huldiging van Jorrit Bergsma. Hij had verscheidene medailles halen op de Olympische Spelen in Sochi. Maar als belangrijkste goud op de 10 kilometer. Ik Daan Breusma, die dit weekend goud halen bij het WK Short Track en ik uit Oudeboon komt, zal bij de huldiging wezen. Bij de verkiezingsmorgen is een van de jongste kandidaten rietsleden de 18-jarige Roy Posma uit Beetse Zweeg. Hij is nummer 6 op de lijst van D66 in Opstalon. Roy wil de politiek in om zaken te verorien, vooral voor jongeren. Hij zit nu nog in HAVO Fjouwer op het Drachtse Lyceum. Joen komt de Rijn vanuit het westen. Het wordt 10 of 11 graden bij een matige onthudde zuidwestenwind. Morgen een soort bewolking, droeg en het wordt zo'n 12 graden.